We komen bij onze tweede boekpresentatie van de ochtend van Marianne Vonkeman. Marianne heeft een parallelle loopbaan aan haar man. Zij is ook predikant en ze is ook schrijver. Geen wonder, ze zijn beiden theoloog en met elkaar getrouwd, dat heeft hij inmiddels begrepen. Marianne hield meer dan 30 jaar hield ze een dagboek bij, waarin zij schrijft over haar omgang met God. Hoe zij spreekt met God, God zoekt in haar leven en haar werk. Het is dus een heel persoonlijk boek, een beetje anders dan het verhaal van Jean-Jacques. Dat is meer een overzichtwerk van Underhill, maar Marianne heeft een heel persoonlijk boek met een heel intrigerende titel. Ik mis je. Ik mis je terwijl je bij me bent. Mystiek dagboek van een dominee. Nou, daar gaat ze over vertellen, over haar dagboek. Aansluitend aan haar inleidingen is er pianomuziek. En vervolgens biedt ze het eerste exemplaar, want dit is een eerste exemplaar van het boek aan Hein Blommestein. En gaan we met elkaar ook weer in gesprek. Goedemorgen. Ben ik te verstaan zo? Zo. Eerst, wat is een mystiek dagboek? Voor mij is mystiek vooral een ander woord voor wat God aan het doen is. De werking van God. En deze selectie van teksten die in dit boek zijn gebundeld, het is natuurlijk een selectie, die vertelt wat God in de verborgenheid van mijn persoonlijk leven aan het doen is, zoals ik het opmerkte en duidde uiteraard. Het is dus mijn eigen verbeeldingskracht en mijn taalgevoel en ook de christelijke traditie waarin ik sta, dat die geven de woorden aan iets wat in zichzelf natuurlijk niet kenbaar is, maar wel merkbaar. Het boek is een gesprek van 30 jaar met God, de jij met een hoofdletter. God doorbreekt grenzen, de grenzen die wij maken, en daar zal ik vandaag dan vooral iets uit voorlezen. Maar eerst even iets over mezelf. Op deze foto ben ik 6 jaar. Kort daarvoor is mijn pasgeboren broertje Frits gestorven. En dat is een gebeurtenis die mij diep heeft beïnvloed. Al kwam ik daar pas jaren later achter toen ik te maken kreeg met vrouwen die een baby hadden verloren. Maar ik vermoed wel dat mijn grote verlangen naar God en misschien ook wel mijn keuze om predikant te worden hiermee te maken heeft. En ik vertel er ook over in mijn boek. Ik ben gereformeerd opgevoed en op mijn 16e leerde ik de Pinksterbeweging kennen, waar ik hoorde over God die niet alleen hoog verheven is, maar ook dichtbij, in je eigen hart, als de geest die aan je werkt. Mijn echtgenoot Jean-Jacques leerde ik kennen op de Bijbelschool waar ik naartoe ging na de middelbare school. Mijn eerste baan was als jeugdpredikant in een hele grote Pinksterkerk in Hollywood, Noord-Hollywood in Amerika, waar we terecht waren gekomen na ons trouwen voor verdere studie. Na terugkeer in Nederland werden we PKN-predikant en hier zie je na verloop van tijd mijn bevestiging als hervormd predikant in een klein boerendorp Angeren, als in een ook klein kerkje. En daar begin ik dit dagboek bij te houden. Alles bij elkaar ben ik ongeveer 40 jaar predikant geweest in verschillende kerken en de teksten lopen tot aan mijn emeritaat in 2021. Dit is alweer 2 jaar geleden, een foto van ons gezin. We zijn verrijkt met 2 dochters en 4 kleinkinderen. Mijn boek vertelt dus over de binnenkant van een heel gewoon leven van 30 jaar predikantschap. Met bijzondere en ontroerende, droevige en grappige momenten in pastoraat. Over Bijbel en liturgie
kerkelijke bezuinigingen natuurlijk, maar ook over ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen. En ik probeerde steeds te lezen welk verhaal God aan het vertellen was in mijn eigen leven en dat te noteren. Deze zin uit de eerste bladzijde: God is zelfgevende liefde en ik ben het verlangen dat zo wil zijn. Deze zin die zou je wel de rode draad door het hele boek kunnen zien. Ik was al een tijdje bezig mezelf af te vragen wat liefde nou eigenlijk is. Niet zo ongewoon na 12 jaar huwelijk. Maar voor mij speelde dit vooral op een diepe laag, want God is immers liefde. Maar is liefde wel wat ik dacht? En is God wel wie ik dacht? Geloofde ik in feite vooral in mijn eigen gedachten over God? Of in God zelf? En hoe weet ik dat verschil? De zelfgevende liefde van God die overviel me. En een heel groot verlangen nam bezit van mij. Het verlangen om zelf ook zo te zijn. En mijn perspectief verschoof. Mijn zoektocht naar God veranderde in Gods zoektocht naar mij. En dat begon ik te voelen. Dat is natuurlijk kenmerkend voor dat ontwaken of die verlichting waar Underhill het over heeft. Al had ik het toen allemaal nog niet zo door. Dit noteer ik toen ik ongeveer 34 was. Ik zal het voorlezen. Vanmorgen fietste ik naar gym en kwam een stel hoogpotige irissen tegen die iedereen toeschreeuwden: hier sta ik ben mooi. Dat doet me denken aan Spreuken 8. De wijsheid roept luid, het inzicht laat zich duidelijk horen. De onbeschaamdheid waarmee irissen om aandacht vragen: ze zijn net als jij, mijn God. Volslagen onbeschaamd dring je je op. Triomfantelijk zeg je: heb ik niet gelijk? Brutaal neem je bezit van me en verandert mijn weg. Niet alleen zacht en teder, fluisterend rond het geknakte riet. Ook flanerend en schaamteloos paradeer je je liefde. Je hebt gewoon geen trots. Je lacht me uit, ik voel het. Wat ben je zeker van je zaak? Zeker van mij. En mijn gelach verandert in ernst als ik voel hoe blij ik ben dat je zo zeker van me bent. Zo gemakkelijk verleid jij me niet tot schaamteloos plezier. Ik ben nog veel te moraliserend, nog veel te angstig, nog veel te veel bezig om jou nuttig te maken. Ik zal aan de brutale irissen blijven denken. Er was iets ontgrensd in mij en ik kreeg het niet meer dicht. Ik deed mijn best om mijn ervaringen te begrijpen en daarmee ook een beetje te controleren, maar iedere keer gebeurde er weer iets. Mijn ziel was wakker geworden en ik begon als een razende te studeren en te schrijven, al was het maar om het gesprek met mijn man te kunnen voeren. En ik begon steeds meer te zien wat God aan het doen was, ook in mensen waar ik mee te maken had in mijn werk. Dit noteer ik bijvoorbeeld een jaar later. Eergisteren is de oude H gestorven. De ochtend erna lag hij opgebaard in een huiskamer en stond ik met de schoondochter en haar 7-jarige zoon naar hem te kijken. Het was weer zo'n moment dat de tijd stilstond. Kleinzoon keek lang en intens naar zijn opa. Een uitgesponnen moment vol wezenlijke inhoud. Ik voelde alsof ik getuige was van de geboorte van een ziel. De dood van zijn grootvader riep iets in hem wakker. Ik hoop dat hij zijn leven lang niet zal vervreemden wat er die dag in hem ontwaakte. Het prille en zelfstandige besef van jou. Dit is de geboorte van de ziel. Vasthouden aan het leven en de liefde en loslaten.
de dood aanvaarden. In die paradox ontstaat ons werkelijk mens zijn. De ziel is de innerlijke ruimte waarin tijd en eeuwigheid met elkaar verbonden zijn. De mystieke weg gaat over de ziel, dat aanrakingspunt of dat vonkje van God. En het is de ruimte waarbinnen tegenstellingen of polariteiten omvat worden en elkaar niet meer uitsluiten. Zoals tijd en eeuwigheid, God en mens, leven en dood, jij en ik. Het nieuws, de natuur, het werk in de kerk en het leven zelf. Ze ontgrensden me steeds meer. En die hokjes en die vakjes waarmee ik het leven en mijzelf opdeelde, ze werden steeds weer opengebroken, of ik dat nou wilde of niet. Ik droomde eens dat God een hand uitstak en mij als het ware door de cirkel van het bestaan heen trok, naar hem toe. En de dag daarna kwam ik dit oude fresco tegen. De hand van God heet dat fresco. En mijn droom die liet me zinderend van verlangen achter. Misschien ken je het ook wel, dat je het gevoel hebt dat er binnenin je meer liefde zit dan eruit komt. Alsof je daarvoor binnenste buiten moet keren. Alsof er grenzen zijn die je in jezelf opgesloten houden. En ik voelde dat zo bij mezelf. En Gods hand die mij naar buiten nodigde, ontgrenzend. En dat overkwam me meerdere malen, ook als ik in gebed was of in meditatie. Grenzen en grenzeloosheid, dat is natuurlijk wel een thema het hele boek door. Dat is ook wel logisch als een eindig mens als ik zich met een oneindige God probeert te verhouden. Mijn eigen honger naar God werkt als een soort blikopener. Mijn ziel wilde stromen, niet opgesloten blijven. Ik schreef dit. Elke dag groeit mijn honger, de leegte die mij voorttrekt en zo dorstig maakt. Je bent zo ontzettend dichtbij en veraf. Zo precies voelt het aan. Het veraf zijn slaat steeds meer om in nabij zijn. Maar het lijken twee kanten van hetzelfde te zijn. Het is bijna onverdraaglijk. Het fresco van de hand van God hangt in mijn gedachten. En ik wil me in je handen werpen, met je meegaan door de grenzen van het leven heen. Maar ik kan het niet en je weet het. Het is alsof je zegt dat je even ongeduldig bent als ik, tot alles is voltooid en er geen grenzen meer zijn. Omdat God oneindig is en niet samenvalt met wat ik van hem kan ontvangen, is er tegelijkertijd en altijd ook een gemis, een niet helemaal. Hier is een voorbeeld van hoe allerlei vaak pijnlijke paradoxen meegingen doen in mijn omgang met God. Ik schreef, je bent helemaal buiten, je bent helemaal binnen, je bent mij en je bent anders. Ik ken je en ik zoek je. Je bent mijn vraag en je bent mijn antwoord. Je wenkt me en je verlaat me. Je lacht me uit en je kijkt me aan alsof je alles weet. Je bent als de steeds veranderende armen van mist op het land. Als stapelwolken die zich formeren en uiteenvallen. Als ik je zie, ben je verdwenen. Als je verdwijnt, herken ik je weer. Ik mis je terwijl je bij me bent. Vandaar de titel.
Ik begon te leren hoe mijn gevoel van afwezigheid van God nu net en precies de aanraking van God is. En hoe mijn leegte de keerzijde van zijn overvloed was. Maar dat duurde wel een hele tijd voordat ik dat als zodanig kon beleven. Het gesprek met God dat ik in dit dagboek voerde bleef nog een paar jaar behoorlijk heftig. En ik zocht hulp. Wat wilde God nou met dit alles? Of zat ik misschien vast in allerlei psychologische projecties? Kan natuurlijk ook. Niet dat ik dat zelf zo dacht, maar mensen om mij heen soms wel. Gelukkig vond ik 2 jaar later in Hein Blommesteyn, de karmeliet Hein Blommesteyn, een luisterend oor. Want in de protestantse kerk had ik gezocht, maar niet kunnen vinden. Ze waren allemaal afwerend of wisten er niks van. Uiteindelijk kwam ik bij Hein terecht en dan schrijf ik dit. Gisteren had ik een uitstekende ontmoeting met Hein Blommesteyn, die zich ontvankelijk opstelde en verdere geestelijke begeleiding bood. Ik klikte met hem. Het was een eigenaardige ervaring om helemaal niets uit te hoeven leggen van wat ik hem vertelde. Hij begreep wat ik zei zonder misverstand en ik hem. Hij herkende wat ik had opgestuurd van mijn belevingen en de meest dramatische episodes die ontlokten niet meer dan... Tja, zo gaat dat. Dat stelt gerust. Ik was blij om te ontdekken dat er blijkbaar een soort patroon is hoe het gaat als God mensen zo direct aangrijpt. En die fases, eerste 2 fases of kanten van de mystieke weg, die herkende ik wel bij mezelf. Hè? Dat je wakker wordt en alles op een nieuwe manier gaat bekijken. En dat weer roept dan weer een zuivering op hè? En je prioriteiten gaan herschikken. Nou, dat was bij mij natuurlijk ook wel aan de gang. Ondertussen werkte ik nu nog steeds gewoon in de kerk en in 1993 namen we een gezamenlijk beroep aan naar de kerk in Vlaardingen. En dat was een kerk die een hoge liturgie had en dat was niet zo gebruikelijk in de protestantse kerk. En hier leerde ik veel. Ik leerde hoe het kerkelijk jaar het verhaal van je eigen leven kan worden als je jezelf op laat nemen in dat ritme. Dit schrijf ik bijvoorbeeld in 1996, over hemelvaart. Hemelvaart werd voor het eerst een feest dat ik kon beleven van binnenuit. Iets in mij is nu verborgen met God, in de hemel. De kruiswoorden van Jezus, in uw handen beveel ik mijn geest, die werden de mijne. Ik wist wat ik zei, zonder dat ik het denken kon. Het werd in mij gezegd en ik sprak het uit. Iets werd één, dat niet eerder zo één was. En een week later noteer ik, heft uw harten tot de Heer, we hebben ons hart bij de Heer. Een zin uit de Eucharistieviering. Waarlijk en werkelijk, zo was het en zo is het. Ons hart is verborgen met Christus in God. De woorden spreken zoals ik ze nooit eerder heb verstaan. Ons eigen leven wil ingetrokken worden in het leven van Christus dat we jaarlijks gedenken. En in mijn boek vertel ik er vaak over hoe dat persoonlijk bij mij uitwerkt. Vooral rond de kerkelijke feestdagen als Kerst en Pasen, maar ook Voleinding en Advent. Het werkt aan mij, iedere keer weer. En ook wat er in de vieringen gebeurde. Bijvoorbeeld op Allerheiligen, als we de gestorvenen herdenken. Dan schrijf ik in 2003. Deze viering is de kerk op haar best. Geen enkel geloof is er nodig. Het wonderlijke mysterie van de kerk is glashelder. Individueel verdriet wordt opgenomen en getransformeerd tot 1 bundelende kracht waar niemand buiten valt. Aan de tafel nam de beker alles in zich op en gaf alles. En zie, het was zeer goed. De liturgie droeg ons en voerde ons naar deze wereld omgekeerd, waar doden leven,
en het licht bijna ondraaglijk is. En in alles drong bij mij het besef door van de gelijktijdigheid van hemel en aarde, de aardse tijd. De wereld van God die altijd nu is en nooit dan. Het was bijna alsof dat zichtbaar werd. Gelijktijdigheid van tijd en eeuwigheid. Dit is vast wel herkenbaar voor mensen die hier iets van hebben meegemaakt. De viering van het avondmaal of de eucharistie die werd natuurlijk ook steeds belangrijker en persoonlijker voor me, want dat is de plek waar het geluk van de omgang met God en tegelijk het diepe besef van het lijden in de wereld tot verzoening kwamen. Ik schrijf: het ondergrondse geluk is dichtbij. Of ik ben dichtbij. Waar ben ik dichtbij? Bij dat hart dat klopt en stroomt en alle dingen voedt. Het blijft raadselachtig hoe ik dit geluk kan ervaren, terwijl ik ondertussen ook Amnesty-brieven en internetacties onderteken. Tegen steniging en babyverkrachting. Sommige mannen menen dat het AIDS bestrijdt. De scheur in mijn hart is er altijd. Maar dat staat in geen enkel opzicht haaks op het geluk dat eronder ligt. Het hart is als de avondmaalsbeker waar al het lijden van de wereld wordt opgevangen. Diep drinkend uit die beker staan wij op. Het leven tegemoet. De lijdende Christus, de Christusgestalte in de wereld. In mijn boek schrijf ik regelmatig over hoe mij dat tegemoet komt en hoe ik dat beleef. Maar ondertussen ging ook die uitzuivering gewoon door. God bleef steeds vaker onvindbaar. En innerlijk voelde ik me vaak ontheemd. Alsof ik niet langer een privéhoekje voor mezelf mocht hebben. Een omheind ikje waar alles lekker rustig is en ik de baas ben. Het moest leeg worden van binnen. In 2006 schrijf ik dit. God, ik mis je. Overal aanwezig en nergens te vinden. Geen geheime tuin voor liefdespel. Onverbiddelijk verspert de engel met het zwaard de toegang. De innerlijke leegte graaft zich steeds verder in. Die tunnelt in ondergrondse lagen. Onder de drempel van mijn bewustzijn, maar toch aan te voelen. Wijder en wijder wordt het van binnen. Iets strekt en holt uit alsof alles wat ik ben in de weg staat. Mijn ziel ligt voorgoed op straat en het leven is rijk en krachtig, nuchter en werkelijk, licht en donker in één. Maar wat ik ben, wordt uitgehold door oppermachtige drilboren, zoals die uit de Matrix. Beangstigend is dat. En ik vind het goed. Dit is wat mijn overgave vraagt op een manier die ik nooit kon vermoeden. Dit is wat mijn liefde en verlangen oproept, met een kracht buiten alle proporties. Jij bent het die mij uitholt en onteigent. Het is jouw duistere kant die dood en dood en dood. Ik vermoed dat wanneer ik helemaal uitgehold ben, ik dan dood of verlicht zal zijn, of allebei. Als predikant word je natuurlijk geacht voorganger te zijn in het geloof, maar wat als dat geloof zich uit je verwijdert? De donkere nacht hoort ook bij die mystieke weg. 4 jaar later schrijf ik dit. Niets en niemand kan mij geven wat ik kwijt ben. Het diepe besef van Gods nabijheid. Telkens betrap ik mezelf erop dat ik probeer te bedenken welke kant het op gaat. Een stapje terugzetten uit het proces. Alsof ik toeschouwer en reiziger tegelijk zou kunnen zijn. Ik had geen idee dat het zo ongelooflijk pijnlijk is om dat niet te doen. Om te blijven waar ik ben. Zonder constructies, conclusies of dadendrang.
Soms voelt dat niet weten als een massief iets dat me aan alle kanten insluit. Als iets actiefs dat me van het leven berooft of gevangen zet. De afwezigheid is onverdraaglijk aanwezig. Een paradoxaal gebeuren zoals gewoonlijk. Alle duiding zou schijn zijn, teruggang, weer een eigen constructie. Het kristalharde van echte afwezigheid is werkzaam zonder dat ik er ook maar enig idee bij heb. Alles wat ik weet is dat ik niet weet. Er is geen oplossing. Wanhoop zou logisch zijn, ware het niet dat ik dat ook al als teruggang ervaar. Alweer iets waardoor ik om mezelf blijf draaien. En dat is precies wat ik niet meer wil. Elk antwoord moet vrij zijn van mezelf. Anders is het geen antwoord, maar leeg, leeg, leeg. Dat duurt allemaal een hele tijd. Er zijn gelukkig ook wel momenten dat het even verandert. In 2016 noteer ik dit. Soms vliegt het me aan en verken ik de randen van dit zuigende moeras. Geen God, geen samenhang, geen liefde die alles overkoepelt en voltooit. Wat doe ik nog in dit vak? En dan bezoek ik een oud echtpaar dat zojuist hun tweede kind moest begraven. Ze zijn zo boos, zo teleurgesteld in de God die zegen belooft. We praten en ik bid. We duiken in de diepten van het echte leven. En het is alsof we onder water zijn. In een wereld waar taal echt waar is. En stromingen iets groens doen wuiven. En geuren ons omspelen en iets prikt en flonkert. Behoedzaam neem ik ze mee of worden we meegenomen. En na mijn amen zie ik hen ontwaken. Alsof ze boven komen uit een wereld waar meer is dan het leed. Ze zijn stil, zuchten, vegen tranen weg. Wat een gave als je zo kunt bidden, zegt de vrouw. En zo voel ik het ook. Een gave, geen bezit, geen gevolg van mijn geloof of mijn domineesvaardigheden. Geen uitvloeisel van iets dat ik heb, alleen maar gave. Een God die weigert God te zijn. Die de hemel verlaat, mens wordt en gekruisigd. Wat een absurd verhaal. En hoe vreselijk dat het waar is. Onmogelijk om echt te geloven. En juist dat als basis en zin van het leven te beamen. Zoveel radicaler dan ik ooit eerder besefte. Zoveel ontledigender ook. Nu pas merk ik hoezeer dat verhaal altijd weer uit mijn handen haalt wat ik vast wil houden. Maar zo bleef het ook niet. In 2018 schreef ik dit. De stilte hier, ik was op vakantie, gevuld met vogelzang, begint wat door te dringen. Meer en meer opent zich de weg naar binnen. Ik word me bewust hoezeer ik mijn leven en mijzelf in relatie tot anderen beleef. Mijn ik is een web van liefde, vriendschap, zorg en relaties met mensen. Maar er is ook nog zoiets als leven voor het aangezicht van God, zonder enig schepsel ertussen. Daar kom ik nu wat meer bij uit. Hoe heb ik het gemist? Jij, de ene, groot lief waarvoor geen enkel woord toereikend is. Hoe lang ben ik door jou uitgeademd geweest? En hoe snak ik ernaar door je ingeademd te worden? Ik adem de bloemige geuren na de regen en jij ademt in. Ik zwenk met de zwaluwen en jij ademt in. Het roodborstje wiegt op de telefoondraad en jij schommelt me in jouw immense ruimte. Adem in, mijn lief.
Het verweeft zich in mijn bewustzijn, mijn leven en Gods leven. Alles wat er is, verweeft zich met elkaar. Niets bestaat in afgescheiden vakjes. In de theologie noemen we dat perichorese, wederzijdse doordringing. En dat is voor mij een ander en heel precies woord voor wat liefde, Gods liefde eigenlijk is. Wederzijdse doordringing. Een stroom die door het leven beweegt en alles doordringt en tegelijkertijd in zich opneemt. De geest van God, om in christelijke termen te blijven. Ik beleef het als een groot geluk, zulke momenten dat ik me dat bewust word. Alsof de stroom die zo overal doorheen beweegt in essentie heel gelukkig is, wat er ook gebeurt. En dan mij in zich opneemt en ik er even weet van heb. Ik neem deel aan het geluk dat er altijd is. Ik zwenk met de zwaluwen en jij ademt in. Het roodborstje wiegt op de telefoondraad en jij schommelt me in jouw immense ruimte. Adem in, mijn lief. Om af te sluiten. Dit zijn de beginwoorden en de slotwoorden van mijn boek. Het zijn net twee boekensteunen, want hier gaat het over de inwoning van God. En daarom begin ik mijn boek met een citaat van Bernardus van Clairvaux. Het zijn woorden die hij aan Maria toedicht. En zij bidt: uw woord geschiede aan mij. Maar ik smeek u, niet een woord dat uitgesproken wordt en vervliegt, maar een woord dat binnenkomt en blijft. Een woord dat een lichaam om zich heen heeft, niet alleen maar lucht. Mijn dagboek vertelt hoe ik dat beleefde. Ik bied mijn leven aan God aan als landingsplaats voor zijn woord. Als een belichaamd verhaal dat hij mag vertellen. En hoe wonderlijk is het dan dat ik nu woon op de plek waar eerst de Heilige Geestkerk stond. Die hoeksteen daarvan staat in de tuin van ons appartementengebouw. En daar staan deze woorden op. Christus de hoeksteen, in hem wordt ook gij opgebouwd tot een woning van God in de geest. Ik dank u. Om het even laten bezinken, luisteren naar Martin. Zometeen is er gelegenheid tot het stellen van vragen, maar voor die tijd wil ik graag een exemplaar van mijn boek aanbieden aan Hein Blommestein. Als dank voor de ondersteuning die hij mij destijds gaf. In 1995 in mijn boek noteer ik een citaat van hem en dat vat heel mooi samen wat eigenlijk het betekent om te leven in de tegenwoordigheid van God. Ik lees het voor. Mijn liefde tot God is de weerkaatsing van zijn liefde voor mij. Ik ga God beminnen met zijn eigen liefde. Ik houd zijn liefde niet voor mijzelf, maar ik kaats het terug. Zo is het dat God zichzelf bemint in ons. Teruggeven wat we ontvangen, dat is beminnen. Steeds opnieuw vrij blijven door terug te geven, om zo opnieuw te ontvangen. Het is een beweging van samen. Aldus Hein. Hein, ik dank je voor de nuchtere en wijze begeleiding en ik wil je graag een exemplaar van mijn boek aanbieden. Dank je wel, Hein. Ik heb een opdracht doen. Dank je wel. Thank you.
heerlijk als er mensen zijn die hulp kunnen geven als je denkt, wat gebeurt er allemaal?